Ja, ik ben dus wat aangekomen en ik zweet me haar. En ik ben bang dat daar rukt hij vooraan zit. Het is de deo van mijn vrouw, ik kon die van mijn eigen niet vinden. 48 hours of fresh protection. Ja, dat geloof je zelf. Moet je eens na 2 dagen en 2 nachten teruggaan naar de ethos? Ruk is. Deodorant. Wil je geloven dat ik altijd dacht dat dat wat met God te maken had? Want deo is in het Latijn God. En ik... En je deo volante is zoals God het wil. Dus ik dacht altijd deodorant. Dat is dan vast zoals God het ruikt of zo. Maar... en dat heeft het helemaal niks mee te maken. Het is deodorant. Ja, wat weet ik vee. Kan je ze wel eens hebben, hè, dat je jarenlang dient dat iets betekent en dat je er dan nest zit. Zo heb ik ook jarenlang gedacht dat ontboezeming... eigenlijk een ander woord was voor borstverkleining. Tja, ja. Hier staan zelfs voorzorgsmaatregelen op. Niet roken. Dus je kan er geen check van draaien en steekt hem niet ineens aan, hè. Vermijd opzettelijk inademen. Dus denk nog niet, oh, ik stink uit mijn bek, ik ken nog thee, hoor. Boah. De ingrediënten staan er ook gewoon op, de ingrediënten. Butaan, propyleen, het is of dat je me heel de douw onder je oksel loopt, joh. Wel leuke woorden, weet je al. Mag ik je butaan? Nou, als ik dan jouw propyleen... Ja. Ik weet niet of dat er dit bij mannen ook op staat, maar hier staat gewoon een gebruiksaanwijzing mee. Nee, echt waar. Goed schudden voor elk gebruik. Houd de bus 15 centimeter van de oksels. Maar hoe moet je nu weten, in je blote kont als vrouw in de badkamer staat wat 15 centimeter is? Je hebt toch geen lineaal in de buurt of zo'n meetlint? Schat! Kom eens even! Voor wat? Houd hem eens even tegen mijn oksel. Voor wat? Voor te spuiten. Hij er dan komt, hè? Al 15 centimeter. Ja, dat is nog maar de vraag.